Reflecteren kun je leren. Vandaag stap 3. Begrijpen. Van je ervaring als leidinggevende kun je veel leren. Tenminste, als je erop reflecteert. Nou, maar hoe doe je dat? Over stap 1, beleven. En stap 2, bevragen, hebben we het gehad in mijn vorige vlogs. In deze vlog gaan we in op de derde en laatste stap. Begrijpen. Dit wordt ook wel sensemaking genoemd. De nieuwe kennis kan allerlei vormen krijgen. Een les, een principe, een waarschuwing, een regel of zelfs een theorie. En nadat je nieuwe kennis hebt gecreëerd, kun je deze weer testen in de praktijk. Nieuwe kennis creëren kun je op 2 niveaus doen, volgens Chris Argyris en Donald Schön. Je kunt enkelslags leren en je kunt dubbelslags leren. Ik leg het uit. De ervaringen die je hebt zijn het gevolg van allerlei acties die je doet. En die acties zijn weer gebaseerd op allerlei veronderstellingen en inzichten die je hebt. Wanneer je niet het resultaat krijgt dat je voor ogen had, kun je je acties aanpassen zonder daar de achterliggende veronderstellingen en inzichten aan te pakken. Dit kun je net zo lang doen tot je het gewenste resultaat krijgt. Dit is enkelslags leren. En dit werkt vaak prima. Maar wat als jouw acties gebaseerd zijn op fouten of achterhaalde veronderstellingen of inzichten? Wanneer je aan de slag gaat met het onderzoeken en veranderen van je veronderstellingen en inzichten, dan ben je bezig met dubbelslags leren. Je gaat daarmee een niveautje dieper. Je zet dan niet alleen vraagtekens bij wat je doet, maar ook bij waarom je het doet. En dat is heel erg belangrijk. Want sommige oplossingen voor problemen kun je alleen bedenken wanneer je aan de slag gaat met je veronderstellingen en inzichten. Zodat je vervolgens nieuwe acties kunt bedenken die je hier weer bij aansluiten. In de regel zijn we aardig goed in het bedenken van enkelslags oplossingen. Het bedenken van dubbelslags oplossingen is een stuk lastiger. Maar de dubbele ijsbergoefening kan je daarbij helpen. Hier komt hij. Trouwens, ik heb een format op mijn website staan van de dubbele ijsbergoefening. Maar je kunt hem ook tekenen. Teken op een A4'tje 2 ijsbergen naast elkaar. Een klein gedeelte van de ijsbergen ligt boven water en het grootste gedeelte onder water. Het gedeelte boven water representeert je acties, dus de dingen die je doet. Zeg maar je wat. Onder water zitten je veronderstellingen en inzichten. Dit zijn de redenen waarom je iets doet. Kies een uitdagende situatie waar je nu voor staat. In de linker ijsberg schrijf je boven het water op wat je nu doet. Schrijf vervolgens onder het water op waarom je dit doet. Wat zijn jouw veronderstellingen en inzichten waarop jij jouw acties baseert? Ga nu naar die tweede ijsberg en begin daar onder water. Kies nu eens een hele andere veronderstelling of inzicht, misschien wel het tegenovergestelde, als het uitgangspunt wat je had en schrijf deze op. Vertaal vervolgens deze uitgangspunten naar acties die daarbij passen. En die schrijf je weer boven water op. De kans is groot dat je nu tot hele andere acties komt. En zo werkt dubbelslags leren eigenlijk in de praktijk. Ik sluit af met een anekdote die illustreert waarom reflectie zo belangrijk is. Onlangs sprak ik er met een manager die klaagde dat dit nu al de derde afdeling was waarin hij leiding gaf die niet goed functioneerde. Het ongeloof was duidelijk zichtbaar in zijn ogen. Medewerkers hadden volgens hem geen enkel verantwoordelijkheidsgevoel en ze waren niet gemotiveerd. Voor hem een belangrijke reden om er in zijn eigen woorden zo dicht mogelijk bovenop te zitten. En dat had hij bij zijn vorige afdeling ook gedaan. Zijn veronderstelling was dat bij deze problemen extra controle de oplossing was. Maar wat zou er met zijn afdeling zijn gebeurd als hij zijn veronderstelling zou veranderen in medewerkers raken gemotiveerd wanneer ze meer vrijheid krijgen? Dit was de laatste stap van reflecteren kun je leren. Veel succes met beleven, bevragen en begrijpen en met het versnellen van jouw leiderschapsontwikkeling.